In kort maar prachtig, sine nomine, een gemengd koor uit Haren. Deze vereniging is al 33 jaar actief. 46 mannen en vrouwen tussen de 26 en 80 jaar repeteren elke donderdagavond in de Ruibos in Haren. Harry Sterke kan ons nog veel meer vertellen en dat gaat hij dan ook de komende 3 minuten doen. Koren sine nomine Haren. Het is een profaan koor en bestaat uit 46 leden. En zoals u weet bestaat een koor uit sopranen, tenoren, alten en bassen. Het is een gemengd koor en is opgericht in 1964 door de heer W.A. van de Ven, toen burgemeester van Haren. Het gemengde koor is ontsproten uit het mannenkoor. Toen dit in ledental terugliep, besloot de heer van de Ven tot het oprichten van een gemengd koor. Eerst waren dat zijn eigen dochters en vriendinnen en die brachten weer hun vriendinnen en vrienden mee. Zo is het uitgegroeid tot het huidige koor. Er zijn er verschillende leden van de beginfase bij het koor. We hebben weinig verloop en dit is, denk ik, typisch te danken aan de goede sfeer welke er in ons koor heerst. Sine nomine, een Latijns woord. Het betekent zonder naam. Toch is dit niet helemaal waar. Want in de wijde omtrek is ons koor bekend. We zijn geen kerkkoor, maar luisteren wel 3 maal in de maand wel de dienst in de kerk op. Ons repertoire bestaat, behalve het Nederlands, ook het Frans, Duits, Engels. En we hebben zelfs Russische en Poolse liederen in ons repertoire. Behalve hier in de omtrek hebben we ook opgetreden in de dierentuin van Antwerpen, Haren Duitsland en in 1992 in Pobiszica in Polen. Ook negerspirituaals staan op ons programma. Veel van ons repertoire is gecombineerd door de heer W. van de Ven. In 1984, tijdens de uitvoering van zijn Loedersmis, is hij plotseling overleden. Dit was voor ons koor een harde slag. Maar doordat de toenmalige organist, de heer Gerard van Tilburg, het directeurschap op zich nam, is het koor blijven bestaan. Onder zijn leiding hebben we ook verschillende nieuwe stukken ingestudeerd. Ik denk bijvoorbeeld aan de Missa Brevis in C van Mozart, de Marcus Passion van Reinhard Keizer. Deze hebben we reeds 2 maal uitgevoerd. Hij is gecombineerd voor koor, solisten en orkest. In 1992 hebben we samen met de fanfare de musical Porgy and Bess als nieuwsconcert uitgevoerd. De repetities vonden ten tijde van de heer van de Ven plaats bij hem aan huis. De ene week de heren, dan gezamenlijk. Daarna de dames en weer gezamenlijk. Toen ons koor dus uitdijde, moesten we gaan zoeken naar een nieuwe repetitielokaal. We zijn toen terechtgekomen bij de familie van de Ven, bakkerij van de Ven. Toen deze enkele jaren geleden stopte met hun zaak, moesten we uitzien naar een nieuw repertoire. Een nieuw repetitielokaal. We vonden deze in de kantine van de Ruibos in de Toon Hermanslaan. Hier is een dependance van Harendaal gevestigd. Vroeger woonden hier de verpleegsters en hadden hier hun recreatie. Aanstaande zondag 28 september verzorgen we met de koren uit Biezenmortel, Adantino, het Helvoorts Gemengkoor en het Dameskoor Sint Willy Brodus en het Rooms-Katholiek Herenkoor een koffieconcert in den Domp. Aanvang 12 uur. De toegang is gratis. We repeteren, zoals ik u al zei, elke donderdagavond van 7:30 tot 8:30 en de week erop van 7:30 tot 10:00. We verzorgen de eerste en tweede zaterdag van de maand de dienst in de kerk en de derde zondag van de maand om 10:30. Hebt u nog vragen, dan kunt u terecht bij de voorzitter, ondergetekende, Langeweg 44A of telefonisch onder nummer 0411 62 16 83. Dank u.
Jongens, bedankt. Vanavond te Rosmalen in de Kentering zijn nieuwste cd-single heeft gepresenteerd. Dit belooft veel goeds, geloof ik, voor de toekomst. Ja, ik hoop het. Ik kan hier in de toekomst kijken, maar het ziet er leuk op dit moment heel leuk uit. Ja. Wat is er al zoal aan vooraf gegaan aan deze cd-single? Nou, aan deze cd-single, 4 jaar lang... Vier jaar lang talenten jachten, op zoek naar nummers, zangles. Yeah. Veel mensen spreken en van 100 mensen 1 keer raak. Ja, en maar zoeken naar de juiste plaatjes, naar de juiste mensen die jou verder kunnen helpen. Heel lang traject, artiestenbureaus, is niet zomaar gebeurd. Heb je ook een manager die jou hierbij helpt? Want het brengt ook allemaal kosten met zich mee. Zijn er ook sponsors die jou steunen hierin? Nou, ik heb een manager, die heet Ad Schoofs. Maar ik heb nog geen sponsor die mijn sponsort. Dus als er iemand is die denkt van, nou, die Tony Jordan, die wil ik wel sponsoren. Nee, zonder gekheid. Dit is tot nu toe allemaal met zingen. Wat ik hier gedaan heb, is met zingen verdiend. Daar heb ik veel voor op moeten treden en heb ik allemaal weer terug geïnvesteerd. En dat resulteert in deze eerste single. Ik heb gehoord dat je cd al meermalen op Radio 3 is gedraaid en dat die zelfs binnen is gekomen op de Nederlandse top tipparade, nummer 25? Ik heb het net gehoord, ik dacht op 24 tot ik dat gehoord heb. In ieder geval leuk, meer kan ik in ieder geval zeggen. Dit is je nieuwe cd, Als de zon maar schijnt. Er staan 2 nummers op, eentje instrumentaal. Komt er nog een andere cd uit in de toekomst? Nou, dit is mijn eerste cd en ik heb een optie op een tweede. Als dit goed gaat en iedereen is tevreden, dan komt er een tweede cd uit. Bij welk artiestenbureau kunnen mensen jou boeken? Op dit moment kunnen ze mijn boeken bij Giel van Praag Intershow in Loosdrecht. Of het nummer bellen als ze de cd in huis hebben en staat er een boekingsnummer achter op de cd. En wie heeft dit nummer geschreven, Als de zon verschijnt? Dit nummer is geschreven door een Belgische componist. En zijn naam is Fred Becky. En die heeft ook de muziek gemaakt en de tekst geschreven. Ja. En Tony Jordan, is dat je echte naam of je artiestennaam? Nee, mijn echte naam is Tini Lommes. En dan zou ik even meteen vertellen hoe dat ik aan de naam Tony Jordan kom. Ja. In het begin zong ik alleen maar Engels. En... Dus bij een Engelse nummer hoort een Engelse naam en ik heet Tini Lommes. Dus dat kon niet, dus ik was nogal fan van Al Jarreau. Yeah. Dus dan hadden we de Tony Jarreau van gemaakt, maar ja, dat klinkt niet echt. Toen was het op een gegeven moment Michael Jordan, maar dat bleek een basketballer te zijn. En toen hebben we er maar Tony Jordan van gemaakt. Ja. Nou, leuk verhaal gaat dan vast. En ik heb gehoord dat je ook in de stratenmakerswereld zit. Jouw vader en moeder hebben een stratenmakersbedrijf en daar ben je zelf ook werkzaam in? Ja, mijn vader heeft een stratenmakersbedrijf en mijn moeder die heeft dat automatisch mee, maar ze werkt niet mee. Maar ik werk wel bij mijn vader, ja. En samen met mijn broer. En je gaat nou op professionele basis verder of doe je dit er nog bij? Blijf je bij je vader in de zaak werken? Nou, voorlopig toch nog maar even wel. Het zou stom zijn om nou wel te zeggen, ik hang het vak aan de wilgen. Ik heb het heel hard nodig op dit moment. Gewoon het straten maken en ik kan het nog goed combineren op dit moment. Dus is eigenlijk helemaal geen probleem. En ben je al lang bezig in dit vak? Al 4 jaar geloof ik, zei je het strak. Sinds begin 1993, 4,5 jaar op dit moment. Dus er is al veel aan vooraf gegaan. Ja. En mag ik vragen naar je leeftijd? 29. Al voorzien van een vriendin of vrouw? Ik heb iemand die ik heel leuk vind. Ja. Nou, dus voor de kijkers thuis helaas. Ik wil het hierbij laten. En ik wens Tony Jordan heel veel succes in de toekomst. En ik hoop nog heel veel van jou te horen. Ja, ik hoop jullie ook nog vaak te zien van de Helvervelse Omroepstichting. Dus misschien ben ik volgend jaar wel op Helvers Weekend, wie weet. Maar in ieder geval, dag jongens en hopelijk tot ziens. Ja, oké, dankjewel.